Nou, dit is een geile kleuter, nummer 4. En ik zal weer even teruggaan naar het begin. Dit is de hoofdpagina, die heb ik allemaal besproken. Dit is de intro, heb ik het hier over. Hier is een typvat. Hier had mijn moeten staan. Maar dit is niet doorgekeken, nagelezen, tegengelezen door mijn dochter. De rest wel. En wij zijn bij hoofdstuk 4. Het gaat totaal om 13 hoofdstukken over 13 pagina's. En als je een beetje weet van Freemasons, dan snap je wel dat Jezus en de 12 apostelen, dat waren er 13 bij elkaar. Hier heb je één hoofdstuk over 2 pagina's, maar het komt dus allemaal goed. En dat is het laatste hoofdstuk is ook eindgoed al goed. En dit werkje is uit verdriet geschreven. En het verschil tussen verdriet en een boosheid, dat is... Wat is het verschil tussen verdriet en boosheid? Het schiet mij niet zo 1, 2, 3 te binnen. We gaan door met hoofdstuk 4. Ik ga gewoon lekker voorlezen. Dit is absoluut weer een mengeling van satire en echtheid. Ja. In principe is het een leugen. Ja. Voorafgaand aan de geboorte van mijn zoon. En mijn zoon is het niet geboren, die is geaborteerd. Die is niet georteerd. Die is niet tot vrucht geworden. Is geaborteerd. En hier fantaseer ik over hoe het zou zijn als hij geborteerd zou zijn. Als hij tot vrucht, als zijn vrucht tot leven gekomen was. Ik lees voor. Hoofdstuk 4. Voorafgaand aan de geboorte van mijn zoon. De biologische moeder en ik wilden niet per se een geluidsscan om het geslacht te bepalen van de broer van mijn dochter. We wilden weten hoe het ging. Mysterieus, zei de dame die wel snapte waar ze naar keek. Ik zag alleen maar een soort slechte uitzending van de zoektocht naar het monster van Loch Ness. Niet onderhoudend. Letterlijk, zei ze, ik mag dit niet zeggen, maar een meisje is het niet. Ze wees me op een blob. Of een bobbel, of ik weet niet hoe dat heet, een erectie. Op dat moment interesseerde me dat niet zoveel. Ik denk toch niet dat ik toen iets zinnigs had kunnen doen. Regel, dubbele punt. Wacht tot je duidelijk voor ogen hebt wat presteren inhoudt. Een kunst op zich was het om de biologische moeder te weerhouden om de geboorte van mijn zoon te weerhouden. Het woord abortus is vaak gevallen in het begin. Daarna ging het beter, vind ik. Het huwelijk is gelukkig qua samenwonen voorbij. De scheiding heb ik doorgenomen met mijn dochter vanaf haar 9e jaar. Mijn zoon was toen 1. Een traantje hier, een traantje daar en soms een traantje te veel van mijn kant. Maar mijn dochter kan er ook wel wat van, hoor. Wat van, dubbele punt. Huilen. Met haar 10e jaar, mijn zoon was toen tegen de terrible 2, gaf ik haar de opdracht om het commando in haar ouderlijk huis over te nemen. Ik ging elders een huis maken. Heel blij was ik toen ik merkte dat niet alleen mijn dochter, maar ook mijn zoon het best leuk vindt hier. En dat is het ook. Een flatje met 2 verdiepingen en dus een trap waardoor je van boven en van beneden kan roepen. Geen rijke lui spul, maar wel een beetje afstand tot elkaar. De luiheid van mijn zoon ken ik van mezelf en van mijn dochter. Uit verveling, een gevolg van luiheid, zat hij zo vaak aan zijn piemel te friemelen, zei mijn dochter.
Meer dingen had ik in die tijd aan mijn hoofd. Wat blijft is dat mijn dochter mij, qua mijn zoon, meestal een slag voor is. Hij heeft geen kamertje. Mijn dochter stond erop de kleinste slaapkamer te betrekken, want ze wil ook een kamer bij haar biologische moeder. Hij niet. Mijn dochter vindt dat mijn zoon beter in mijn flat kan verblijven. Hij heeft zowat de hele bovenverdieping. Heel vreemd waren de oude gesprekken bij het onderwijs. Ze prezen hem de hemel in. Jaren later stond ik er een keer op dat mijn dochter meeging om te controleren wat ik gehoord dacht te hebben. Ze moest me gelijk geven. Hij deed de hele tijd dingen al daar. Helemaal niet lui meer. In diezelfde tijd stond hij te popelen om naar school te gaan. Ik vond dat vreemd. Een keer 's morgens vroeg, een kwartier voordat hij naar school zou gaan lopen, had hij zelf zijn schoenen gepoetst. Iets dat ik altijd voor hem deed, als ze er kaal uitzagen. Ik vroeg hem waar hij de schoenpoets vandaan had gehaald. Wilde hem dat schoenpoetskastje nog eens laten zien en uitleggen van die borstels en die kleuren. Zelf gevonden. En hij was nog niet eens 5. Ik wil mijn dochter niks verwijten, uit respect. Wel vraag ik me af hoe een en ander was ontwikkeld als we de berichten uit die tijd, toen hij naar het kinderdagverblijf ging, serieuzer hadden genomen. Regel, dubbele punt. Nare informatie en niet handelen, dat leidt toch nare informatie en niet handelen leidt tot chaos. Het is 2015. Hij is vol op 6. Mijn dochter zegt dat er niks aan de hand is. Aan de andere kant, dat zegt ze de hele tijd. Ik ben bang dat ze het nog niet alleen kan. Kennelijk hebben sommige dochters een vader nodig. En leuk is dat. Dit was hem. Dit was hoofdstuk 4. Leuk, hè? Dus een regel, hè? Nare informatie en niet handelen leidt tot chaos. Die beroemde uitspraak van die Duitsers, hè, van wir haben das nicht gewusst. Die nare informatie hebben ze toen niet gekregen. En voor zover ze die wel kregen, zoals Sophia... Stols. Scholl, kom, ik pak hem er even bij. Dat is wel leuk. Leer ik ook nog een beetje geschiedenis. Scholl. Witte roos. Zij was actief in de Witte Roos, niet gewelddadige opstand. Die is omgelegd. Een ardent critic, haar vader was ook tegen de nazi's. Early life is omgelegd. Even kijken hoe ze omgelegd is. Origins, activities. Ze hebben vlugschriften gemaakt. Op 22 februari 1943 is zij dus Sophie Scholl. En haar broeder Hans en hun vriend Christopher Probst zijn toen veroordeeld voor verraad en de doodstraf gekregen. Condemned to death. En ze zijn gepakt met een guillotine. En dat heeft deze meneer gedaan. Nou, zijn familie mag je gewoon... Confucius heeft gezegd,
Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Nou, Johan Reichardt, die vindt gewoon dat je mensen mag guillotineren. Dus nou ja, als je er zin in hebt. Of ze kinderen, of ze kleinkinderen, ja, pak hem maar. Maakt hem niet uit. Zo staat het ervoor in onze wereld. Het is echt één grote puinhoop. En ik vind het jammer hoor. Liever heb ik een verhaal voor jullie waarvan je denkt van... Yeah, Perry, dat is allemaal leuk, man. Waarom vertel je niet gewoon leuke dingen? Ja. Kijk, waar is mijn ding nou? Oh, het ding is buiten beeld. Ook leuk. Zo dan? Nee, mijn voorvertoning is down. Oh, leuk is het. Nou, dat is een mooi moment om te gaan afsluiten. Het is ook 11:30. En ik ga morgen belasting betalen. Terwijl ik dat helemaal niet mag. Maar, ja. Anders komen er al die mensen hier langs. Dus morgen ga ik belasting betalen. En koffie drinken. En dan ga ik verder. Want waar zijn we nou precies gebleven? Ik pak hem gewoon opnieuw mee. Kijken of dat lukt. Snapt u dat? Die Mac van mij. Echt niet. Hou hem maar niet op. Oké. Ik ga hem wel goed afsluiten hoor. Hou er niet van om iets half te doen. Hier waren we. Hij doet het weer niet. Nou zeg. Wat een onzin. Zo doen. En als de volgende doet hij ook niet. Oké, nou dan wordt het echt helemaal niks. Ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Moet ik het gewoon stoppen. En mijn hele Mac gaan herstarten. En dan gaan we morgen verder met het volgende hoofdstuk. En dat wordt volgens mij hoofdstuk 5. Nou, dat moet ik nu even uit mijn hoofd zeggen. Het zij zo. Nou, tot het volgende hoofdstuk. En dat doe ik morgen. Doeg!